En ook deze maand peilen we weer voor u de mening op straat. Aan de hand van de stelling, het is logisch dat in een krimpgebied als de Oldambt voorzieningen verdwijnen. Ja, zonder meer. Er komen zoveel winkels leeg, schrikbarend. Ja, dat is niet leuk meer voor de consument. Nee. We trekken ook steeds meer mensen weg uit het gebied. Is dat ook een oorzaak, denkt u? Nou, ja, een oorzaak, ik weet niet. Scheemda is op zichzelf een heel mooi dorp om te wonen. Maar er zijn te weinig aan seniorenwoningen. En helemaal een flats. Ja. Dus ik merk dat zelf ook. Want ja, ik wil graag ook wat anders. Maar dat ligt niet voor het opscheppen. Nee, maar u vindt het niet logisch dat het gebeurt, of dat wel? Nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee. We hebben niets te vertellen. Meneer Den Haag, die regelt het allemaal. En wat hij zegt, dat wordt gedaan. Dus het stemmen, dat helpt ook helemaal niets. De stelling van deze maand is, het is logisch dat er steeds meer voorzieningen verdwijnen in het Oldambt. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Maar u vindt het ook logisch? Ja, logisch. Nee, ik vind het niet logisch. Niet. Niet. Logisch is dat? Ja. Dat is niet logisch, maar het is wel... het is niet anders. Weer mannen naar voren te veel uit. Ja, toen komt er eigenlijk van. Weer mannen naar voren en dan is het gebeurd. Maar er trekken steeds meer mensen hier weg en daardoor... Ja, ja, maar zo dat was zo weten. Van die MTA die over krim. En dan zeg ik, als er krim is, nou ja... Als er meer mensen weg gaan, dan is je van moe. Ja, dan krijg je gewoon meer ruimte. Precies. Je gelooft er niks van? Ik geloof alles nooit. Nee. Nou, valt best mee, vind ik. Ja. Er is hier nog genoeg te doen? Er is genoeg te doen als mensen zelf een beetje actief zijn. Ja, en willen. Ja. En niet steeds op anderen zitten te wachten. Ja, dat die weer ondernemen. Zelf zijn ze niet actief genoeg. Dus dat is eigenlijk het probleem van de mensen zelf. Dus voor de rest is het toch genoeg genoeg. Maar als er steeds minder mensen zijn, het is een krimpgebied, zeggen ze dan. Dan kunnen we ook met z'n allen minder doen natuurlijk. Ja, dat is wel zo. Maar moet je er natuurlijk altijd voorzichtig mee zijn. Ik blijf er gewoon bij met z'n zelf wat... interessant vinden en willen doen, dan is er ook wel wat te doen. En dan valt in een krimpgebied ook nog wel 100% mee. Dus, En de stelling van deze maand is, het is logisch dat er steeds meer voorzieningen verdwijnen in het Oldambt. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het wel jammer dat het gebeurt, maar ik snap het wel dat het gebeurt. Ja. Nou, er trekken steeds meer mensen weg, dat is natuurlijk één punt. Ja. Maar in hoeverre vindt u dat logisch dat het gebeurt? Ja, er is hier bijna geen werk, dus... Ja, 1 in 1 is 2. Mensen hebben toch werk nodig om te kunnen wonen en te leven. Dus. Wat zijn voor u voorzieningen die absoluut niet zouden mogen verdwijnen? Basisscholen, supermarkten, huisartsen, tandarts. Ja. En het ziekenhuis natuurlijk. Het ziekenhuis, nou ja, ja, wij wonen in Nieuw-Wolda, dus voor ons maakt het niet zo heel veel uit waar die komt. Dus, De stelling van deze maand is, het is logisch dat er steeds meer voorzieningen verdwijnen in het Oldambt. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is ook zo. Ja? Ja. In welk opzicht is dat logisch? Nou ja, het is overal eigenlijk zo. Dus het zal Oldambt niet alleen zijn. Nee, maar is het niet zo dat hier juist veel meer voorzieningen verdwijnen dan in de rest van Nederland? Nou, dat denk ik wel, ja. Hier in het noorden zijn we altijd de klos, dus wat dat betreft. Ik begrijp het wel, maar ik vind het niet logisch. En we worden er ook met z'n allen niet beter van. Dus elke voorziening die weggehaald wordt, die komt ook niet weer terug, ben ik bang. Maar goed, ja, men zegt er is hier krimp in dit gebied, dus dan kunnen we niet al die voorzieningen meer in stand houden. Nou, ik denk dat het met die krimp wel een beetje meevalt. Als ik hier om me toe kijk, dan is hier in Scheemda nog geen krimp. En iedereen die rijdt ook nog mooi rond in zijn autootje, dus ik denk dat dat wel meevalt. In Winschoten zal dat zo zijn en hier in Scheemda zal misschien ook iets minder bevolkingsgroei zijn dan voorheen. Maar ja, ik denk veel meer dat het ligt aan de werkgelegenheid die hier is. Dat hier te weinig werkgelegenheid is. Dat mensen steeds verder het land intrekken om een baan te vinden. Ik denk dat dat het grootste probleem is, dat hier minder mensen gaan wonen. Ja, dus toch een beetje logisch dan dat de voorzieningen verdwijnen? Ja... Ja, dan moet je daarmee. Nee, niet logisch. Nee. Okay. Onzin hoor ik. Anders zou je toegeven aan iets wat je niet leuk vindt. Waarom zou dat logisch zijn? Dan gaan we dat niet doen. Bedankt. Nee. Nou, even bij de viskraam in Scheemda kijken. We zijn van RTV Blauwe Stad. De stelling van deze maand is, het is logisch dat er steeds meer voorzieningen verdwijnen in het Oldambt. Wat vindt u daarvan? Ja, misschien is dat wel logisch, maar het is eigenlijk niet logisch, hè? Nee. Wij wonen hier zelf niet, dus... Geen idee.
hoort er wel eens klanten over van verdorie, nou wordt ons dit weer afgepakt. Kijk, het ziekenhuis is net gaat nu naar Scheemda West. Maar... Ja. Nou, hier in Scheemda zelf is eigenlijk wel heel veel, denk ik. Maar ja, hieromheen, er zal wel dingen zijn die je ontbreken, denk ik wel. De viskraam blijft in ieder geval. Jawel hoor.